Ik ben Rim Bagiryasin. Vandaag in de studio Vincent Marshall. Hij is managing director van crowdfunding in Suriname for Better Result. En daarover gaan we vandaag praten. Crowdfunding. Vincent, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Goed. Crowdfunding is geen nieuwe term. We hebben het al een tijdje gehoord. Men heeft al een idee wat crowdfunding precies is. Maar misschien dat je toch even kan uitleggen wat crowdfunding eigenlijk allemaal inhoudt. Ja, goedemiddag luisteraars. Crowdfunding in Suriname. Crowdfunding voor Suriname, vrijwel een nieuw begrip. Maar crowdfunding is geen nieuw begrip in de wereld. Crowdfunding is eigenlijk een vorm van financiering waarbij dus ondernemers of stichtingen, particulieren, een beroep doen op de crowd om een kredietbehoefte ingevuld te krijgen. Nou, daar ga ik gelijk over van waarom crowdfunding. Nou, waarom crowdfunding in Suriname? Omdat de economie daarnaar vraagt. Als we kijken naar landen om ons heen, we kijken naar Europa, waar crowdfunding al een jaar of vijf gretig aan de gang is. Doordat de economieën slecht draaien, de banken geven geen geld meer, bedrijven die zijn op slot, die kunnen geen investeringen meer krijgen. De rentes die gaan omhoog doordat de inflatie, zoals in Suriname, ontzettend hoog is. Dus doordat de rente heel erg hoog is, als je dus een lening hebt, ondernemers komen er niet meer uit. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld in Nederland en de landen eromheen dat men crowdfunding, wat eigenlijk al in de jaren 1800 bestaat, want de eerste Duitse bank is gefinancierd door een crowd. Dat is heel leuk, want ja, ik wist het zelf ook niet, maar crowdfunding bestaat dus al heel lang. Crowdfunding werd ook veel gebruikt om voor goede doelen. Dus bijvoorbeeld als er een overstroming ergens is, nou, er wordt een beroep gedaan door middel van televisieprogramma's, radioprogramma's, op de gemeenschap om geld te doneren. Dat is crowdfunding. Pas de laatste jaren zien we dat crowdfunding echt in de maatschappij, in de businessmaatschappij, economieën die slecht draaien, nou, onder andere economieën van Suriname, waar er crowdfunding wordt gebruikt nu voor de business, om de business te laten draaien. Dus iedereen die bijvoorbeeld met een businessplan naar een bank gaat, nou, we hebben ongeveer 4-5 banken in Suriname, alle banken hebben problemen, dat er weinig dollars zijn, er zijn geen vreemde valuta en banken nemen dus ook geen risico's meer, omdat de economie van Suriname in het slop zit. Nou, al deze mensen die een nieuw bedrijf willen gaan beginnen, al de mensen die van de universiteit komen of van school komen of een goed idee hebben, kunnen nergens meer terecht. Als de bank zegt nee, dan is het klaar. Dan kan niemand meer terecht. Nou, crowdfunding biedt een uitkomst voor al die mensen, bestaande bedrijven, mensen die een nieuw bedrijf willen beginnen, mensen die een nieuw idee hebben. Voor al deze mensen hebben wij dus crowdfunding in Suriname voor Better Result. Zijn wij begonnen. Het is, zoals ik zei, overigens niet nieuw. Het bestaat al. Als mensen op internet op Google gaan zoeken en zoeken op crowdfunding, dan kan men alle successen zien van alle landen waar crowdfunding succesvol wordt ingezet. Dus dit is niet iets van dat ik verzonnen heb, maar dit is een model waarvan in de hele wereld al gebruik van wordt gemaakt. Door middel van crowdfunding. Dus nogmaals, dus crowdfunding gebruiken wij op dit moment, dus voor ondernemers, voor mensen die nergens meer terecht kunnen, gebruiken wij om investeerders, privé-investeerders en degene die de kredietbehoefte nodig hebben om of een bedrijf te starten, of een doorstart te maken, of een machine te kopen voor hun bedrijf, of een fabriek te kunnen starten, brengen wij door middel van onze online platform, dat is crowdfunding.sr. Daar staan alle projecten op, waarbij de investeerder ook kijkt naar het project, naar uw bedrijf, of hij daar wel of niet wil in investeren. Nou, het werkt zo, wij hebben een hele team achter ons staan, net als de bank, je gaat naar de bank, het wordt beoordeeld. Er moet een ondernemingsplan zijn, er moet een visibility plan zijn, het plan moet dusdanig zijn dat het of weinig risico bevat, maar in dit geval is het anders, want een investeerder is zelf ook een ondernemer, dus hij zal iets meer risico durven te nemen dan een bank. Nou, als dat zo is, dan goed gescreend is, al die projecten krijgen bij ons een risicoclassecodering op de website en aan de hand daarvan kan de investeerder zelf bepalen in welke risico
hij of zij wil gaan investeren. Nou, en als dat gebeurd is, dan wordt het project op onze website geplaatst. En je hebt dan niet 5 banken zoals in Suriname, maar je hebt 1000 banken, 1000 investeerders die in uw project kunnen gaan investeren. En als we kijken wat er nu gebeurt om ons heen, zien we dat dat zeer succesvol is. En doordat crowdfunding in Suriname op dit moment een alternatief is en veel uitkomsten biedt voor land en volk, voor land en ondernemers. Ik ga ook vertellen waarom voor land. Is omdat we zien dat de regering er niet meer uitkomt. Ze proberen van alles te doen. Nou, het lukt ze niet. Waar gaan ze naartoe? Ze gaan leningen aan. Ze gaan naar de IMF. Ze gaan naar de IDB. Noem maar op. Er wordt voor zoveel geld geleend om de kasreserve van Suriname op een dusdanig niveau te brengen dat het positieve effect heeft op de koers. Nou, daarnaast is er geen geld meer om te investeren in de infrastructuur, in de bedrijven, in de wegen. Daar is totaal geen geld meer. Dus wat gaat er nu dus gebeuren? Dat door middel van crowdfunding wij het MKB gaan helpen aan de benodigde investeringen, zodat er bakkerijen weer kunnen gaan bestaan. Zodat mensen weer in de agrarische sector kunnen gaan investeren. Zodat men weer in de toerisme sector kunnen gaan investeren. Mensen die afgestudeerd zijn of daarvoor op dit moment studeren, die als ze klaar zijn, dat ze een kans hebben door middel van het crowdfunding. Nou, en als die motor weer gaat draaien van de economie, en ik zeg die motor, betekent dat door middel van de crowdfunding wij met z'n allen het gaan realiseren, dan gaan we zien dat A, de werkgelegenheid gaat toenemen, de werkloosheid gaat afnemen, er komt weer meer belasting binnen, want de bedrijven draaien weer, dus de overheid krijgt dan weer automatisch weer meer geld in kas, dat kan weer geëxporteerd worden. Dus dat betekent dat die hele motor van de economie door middel van het crowdfunding weer gaat draaien. Het is een spin-off effect, noem ik dat. Dus door crowdfunding kan je dus de economie van het land weer in balans brengen? Absoluut. Heel simpel eigenlijk. Heel simpel. En als we dus zien vanaf 2008 had je de bankencrisis. Een bankencrisis die vanuit Amerika overgeslagen is naar Europa. ABN AMRO Bank viel om. Heel veel banken vielen om. Doordat dus die bankencrisis aan de gang was. Dus ook in die landen, in de Europese landen, de ontwikkelde landen, waren de banken helemaal potdicht. Ondernemers konden geen geld meer lenen. Er konden geen innovatieve ideeën meer van kracht komen. Nou, een soortgelijke situatie zit Suriname op dit moment. Ja, een soortgelijke situatie. Dus toen is men ook gaan crowdfunden. Nou, ik heb cijfers hier wat crowdfunding in de wereld op dit moment teweeg brengt. Dat is een hele mooie. We gaan naar Noord-Amerika. Daar zien we dat 7,3 miljard gecrowdfund is. 7,3 miljard. En dat wordt besteed aan kleine ondernemingen, dat wordt besteed aan bestaande ondernemingen, maar dat wordt ook een stukje besteed aan de goede doelen. We gaan naar Europa. Dus 2,5 miljard afgelopen jaar is er gecrowd. Nou, en met name zien we dus dat over heel Europa aan 2,5 miljard kapitaal is opgehaald. Dat is heel veel geld, waar eigenlijk de bank niet aan te pas gekomen is. Azië heeft voor 2,6 miljard via crowdfunding opgehaald om hun economie weer te laten draaien. We gaan naar Oceanië, dat zit onder Azië, die 35 miljoen opgehaald. Afrika heeft 10 miljoen door middel van crowdfunding opgehaald voor de economie. En waar we nu zitten, Zuid-Amerika, daar gaan we een beetje naar richting Brazilië. Suriname komt nog niet voor. Dat is 45 miljoen is er in Afrika zeg maar opgehaald. Dus we zien, ik ben een rondje door de wereld gegaan, dat crowdfunding door middel van de crowd economieën weer kan laten draaien. Mensen weer hoop kan geven. Ik krijg op dit moment heel veel mensen op kantoor aan de Nadiastraat 59 die met hun handen in hun haar zitten, want de banken willen hun geen geld meer lenen. Mensen met goede ideeën, mensen met goede lopende bedrijven, die kunnen nergens meer naartoe. Dus wat krijgen we nu op dit moment? Wat gebeurt er? Zelfs de grotere bedrijven hebben nu de kans om te vallen.
Ik heb van kleine en grote bedrijven die naar ons toe komen, tot de grotere multinational die komen hulp vragen door middel van crowdfunding. Nou, wij kunnen iedereen helpen, van klein tot groot. We praten zelf met investeerders in Suriname, maar ook buiten Suriname, die graag willen investeren in de economie van Suriname. Nou, er is 4,5 miljard aan diaspora kapitaal op dit moment. Nou, wat gebeurt er in Suriname? Ik zie dat Suriname voor de hele wereld gesloten is. Wat bedoel ik daarmee gesloten is? Ik als investeerder die in Miami zit, die een band heeft met Suriname, maar graag wil investeren in de economie. Ik weet niet waar ik in moet investeren, want er is geen platform. Men wil graag investeren, want dat merken wij nu. Maar waarin moet ik investeren? Nou, door de negatieve berichten die Suriname van de buitenwereld heeft. We gaan niet investeren, want je ziet wat er gebeurt met de regering, met het geld en bla bla bla. We zien het allemaal, dat er heel veel negativiteit daardoor richting Suriname is. Nou, die negativiteit kunnen wij door middel van het crowdfunding, en dat merken we nu al, positief gaan omdraaien, omdat Suriname ontzettend veel grondstoffen heeft. Ik noem een voorbeeld, silicazand. Ik wist niet wat silicazand was. Maar als ik naar mijn telefoon kijk, als u uw telefoon pakt en u ziet het glas op uw telefoon, daar is silicazand van gemaakt. Dat is een grondstof die Suriname heeft, maar niemand weet dat, niemand doet er wat mee. En het is een grondstof dat heel de wereld nodig heeft, heel de wereld.